Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we echt iets heel moois en iets aparts maken. Zoals je ziet heb ik een heel mooi frame naast me, daar vertel ik straks meer over. Maar heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar ik blijf op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En ik zie dat 60% van de kijkers niet geabonneerd is. Dus ik zou het heel erg leuk vinden als je even op die abonneerknop drukt. Je helpt mij daarmee ook nog eens groeien en je zorgt ervoor dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. Dus dat zou ik heel erg leuk vinden. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deelt op Facebook of Instagram, dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Heb je geen Facebook of Instagram, dan kan je ook een review achterlaten op Google onder de naam Bikerlijn. Dus dat zou ik ook leuk vinden. Zoals ik al zei, gaan we met dit frame aan de slag. Het is een heel mooi stevig frame, hij kiepelt ook niet zomaar om, dus het is mooi zwaar van kwaliteit. En hier kan je dus een krans ophangen. Ik heb verschillende kransen, dus maar we gaan vandaag met deze aan de slag. En we gaan hier wat moois van maken. Want je kan natuurlijk de kransen zo ophangen, maar hoe gaaf is als we echt eventjes een aparte krans gaan maken. We gaan hem alvast een beetje in de herfstsfeer maken. Uiteindelijk is het ook leuk om hier lampjes en zo omheen te doen, maar we gaan hem nu op deze manier opmaken. En ik ga hem ook zo opmaken dat je hem na de kerst weer kan vervangen voor een kersteditie. En dan zal ik zijn tijd dan misschien wel weer een nieuwe video opnemen. Ik heb allerlei mooie materialen die ik daarvoor ga gebruiken, dus we gaan gauw bezig. Allereerst gaan we alle materialen klein maken. Zodat er een klein steeltje aan zit, dat is al voldoende. En dat mag je met alle materialen doen. Zoals je kan zien heb ik alle materialen voor me mooi gesorteerd. En dan gaan we kleine toefjes maken. Zoals je kan zien heb ik allerlei verschillende toefjes gemaakt. Het zijn er rond de 24, 25 stuks. Dan heb ik nog mooie lampionnetjes die ik ga gebruiken. En mooie gewakste dennenappeltjes. En ik heb dus echt allerlei verschillende gemaakt. Dus je kan daarin gewoon verschillende gebruiken. Maar de materialen zijn allemaal wel een beetje gemengd. Dan hebben we dus het touw. De toefjes leg ik allemaal even aan de kant. En wikkeldraad. En ik wikkel eventjes twee keer om het touw heen. Ik laat eventjes een eind. Ik begin niet helemaal bij het begin, maar dat wil even een eind houden. En dan leg je een toefje erbovenop. En je wikkelt het draad eromheen. Trek het even goed aan, zodat het goed vast zit. En zoals je ziet zit het dan vast op het touw. En dan pakken we het volgende toefje en die leggen we daar weer op. En daar wikkelen we weer omheen. Trek het even goed aan. Dan heb ik ook een lampionnetje, die leg ik er ook bij tussen. Soms net iets lastiger werken. Maar als je voorzichtig bent, kan dat prima. En daar tegenaan leg ik ook weer een toefje. En zo werk je eigenlijk alles op. Dan heb ik een mooi takje met een waksdennenappel. Ik heb even een stukje van de tak af. En deze kan je ook gewoon meewikkelen, omdat hij juist het steeltje heeft. Heeft iets nou niet een steeltje of een tekort steeltje, kan je het gerust op draad zetten. En zoals je ziet begint ons touw dan al een mooie vorm te krijgen. Soms kijk ik even welk toefje er mooi op past en dat je de materialen wel mooi verdeelt.
Als je dan alle toefjes hebt opgewerkt, heb je een hele mooie guirlande, eigenlijk een mooie toef. Op deze manier bind je ook een toef, dus heel leuk. Ik zou deze ook gewoon als toef even online zetten, zodat je die ook kan bestellen. Maar wij gaan hem dus nu op een krans werken. Ik vind het altijd mooi aan zo'n soort krans, dus dat hier een deel nog wel zichtbaar blijft. Maar ook hierin kan je hem of helemaal wegwerken, of alleen de helft. En wij gaan hem voor een deel wegwerken, zodat je om de krans gewoon echt wel heel erg mooi is. Houd er rekening mee dat wanneer je hem wel helemaal wil opwerken, dat je dan dubbel zoveel materiaal nodig hebt. Je kan hem echt bovenop doen. Je kan hem wat meer aan de zijkant doen, wat ook heel erg mooi is. Of je laat hem een deel bovenop en dan naar binnen lopen. Dat is net wat je zelf het mooist vindt. Wanneer je de toef aan het eind klaar hebt, maak je even een flink extra wikkeling, zodat het goed vast zit aan het touw. En je knipt het ijzerdraadje af, niet het touw. Dan leg ik de toef erop. En omdat we het touw niet helemaal hebben afgeknipt, kunnen we hem daarmee vastmaken. Sowieso het eind. Ik bevestig hem dus op de krans door hem er gewoon onderlangs vast te binden. Ik laat hem heel iets naar de buitenzijde lopen. Dat vind ik wel mooi. En ook de andere kant, als je het dan mee eens bent hoe die erop komt, maak ik de andere kant vast. En straks maken we de rest ook nog als extra vast hoor. Maar dan heb je hem er al mooi goed op liggen. En wat er dan ook is, haal je eraf. Dan bevestig ik in het midden ook nog eventjes met een ijzerdraadje de slinger, zodat het echt heel goed vast zit. En mocht je hem nog ergens iets extra willen bevestigen, iets steviger willen maken, kan het ook. Door eventjes een extra ijzerdraadje ertussen te doen. Ik zag dat deze ertussen valt, zodat je hem eigenlijk niet ziet. Kijk dan, hoe prachtig. Nu vind ik het altijd wel het mooiste als ook het uiteinde mooi weggewerkt is. Dus daar bovenop doe ik nog even een extra lampionnetje. Ik wacht ondertussen even tot het lijfje zo warm is om de laatste materialen dus mooi weg te werken. Maar ik kan jullie wel vast laten zien hoe dit dan mooi uitkomt. Je kan hem eigenlijk hangen zoals je hem zelf wil, omdat het frame heel mooi stevig is. En kijk dan hoe apart dit frame dan en de krans dan is. Je maakt hem echt even anders door hem op zo'n frame te hangen. En ook de kleuren en de combinatie hiervan vind ik heel mooi. Vooral het heide, het roze met het oranje en het paarse maakt het echt herfstachtig. Ik pas er bijna niet meer bij op, want het is echt een hele mooie grote krans geworden. Hè? En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Ik zal dus zorgen dat de DIY online komt als losse slingen, maar ook als complete set. Dus ja, ik hoop dat je het weer een leuke video vond. Even helemaal wat anders dan anders, maar super leuk. Want het leuke hieraan is natuurlijk dat je de slinger na de herfst af kan halen. En op dezelfde manier met kerstgroen gaat werken. Dus ja, het frame en de krans komt elke keer weer van pas. En je kunt het elke keer weer gebruiken. Straks een paar leuke lampjes erin en het is helemaal gezellig. Je kan het ook buiten of binnen neerzetten. En het is allemaal dus de heide en ja, de rest droogt eigenlijk allemaal goed in of is gedroogd. Dus echt super leuk.
Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. Dan blijf je te horen van alle leuke video's. Elke maandag komt er een vlog online. Een woensdag en zaterdag een DIY. Dus allemaal leuke video's. Extra veel. En ik vind het leuk om mijn inspiratie met jullie te delen. En laat ook gerust weten wat je graag zou willen leren. Want wie weet ga ik er dan mee aan de slag. Ik zal zorgen dat dit DIY pakket online komt. Als compleet pakket. Maar ook gewoon losse slingers. Zodat je op die manier ook een mooie festoen kunt maken. Want dat werkt eigenlijk op hetzelfde. Op dezelfde manier. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En jullie zien mij de volgende keer weer. Doei!